Jongens van 12 jaar met een hele slechte start van Teun Schoolman. Ging bij de start uit de pedalen. Wie is onze koploper? De 149, Nick Meppeling. Wie is onze tweede man? Hij komt uit Delensvaart. Is het Marcel Kok of Lars Habers? En wie gaat daarbij komen hoor? Schoolmannetje herstelt zich heel snel hoor. Het is Ruben Maas die terugzakt naar een vijfde positie. En ook Haaksbergen moet het ontgelden in de persoon van Mauricio Alvering. Hij is heel erg snel hoor, die Nick Meppeling. Man van de derde crosses, het land van de jakenikkers vanuit het verleden. Het is Meppeling aan de leiding. Tweede positie naar een hele slechte start. Is het Schoolman inmiddels al op twee hoor. Hij heeft zich heel goed hersteld. En dan die twee mannen van de vaart en Delensvaart gaan uitmaken wie hier de nummer drie of helaas de nummer vier gaat worden. Wat heet helaas, heb gewoon finale gereden en word je drie of vier. Natuurlijk, het scheelt een paar puntjes. Vooralsnog is het Lars Habers. Maar de koploper hoort Nick Meppeling. Hij neemt de winst mee naar Schonebeek. Schoolman prima hersteld naar een tweede positie. En in